In deze video ga ik je laten zien hoe je een factuur kan krediteren. Allereerst zal ik even een boeking aanmaken, zodat we een factuur hebben. Op de achtergrond eh, na het aanmaken van een boeking altijd eh, meteen een factuur eh, klaargezet. Eh, op basis van jouw factuurinstellingen in je account eh, wordt dat een, een pro forma of, of direct al een definitieve factuur. Uh, mijn advies is eigenlijk altijd gewoon om, uh, uh, om dat proforma te behouden. En um, het pas definitief te maken bij vertrek van gasten. Want meestal hoef je daardoor eigenlijk ook niet, uh, niet te crediteren. Want uh, ja, bij, bij vertrek van gasten is de factuur definitief. Um, en ja, dan is er eigenlijk geen reden meer voor, uh, voor uh, een, een creditering. Um, mocht, het, uh, mocht het wel nodig zijn, omdat, omdat de factuur al definitief gemaakt is. Uh, en, en toch nog de boeken geannuleerd wordt of, uh, of deels of volledig gecrediteerd moet worden, dan, uh, dan kan dat altijd uh, door een extra factuur te maken. Uh, dus ik zal eerst even uh, deze factuur definitief maken, want anders is het crediteren natuurlijk uh, uh, eigenlijk al niet nodig. Uh, overigens, zolang het een pro forma factuur is, kan je en mag je die ook gewoon verwijderen. Dus uh, als je de factuur opent, vind je links onderin factuur verwijderen. Zolang de factuur proforma is, mag dat gewoon. Ik ga nu definitief maken. Oh, dan moet ik eerst natuurlijk wel een contact gekoppeld hebben aan de boeking, anders dan kan dat niet. Uh, nou. Zo. Maak definitief. Op het moment dat je factuur definitief maakt, krijgt hij een factuurnummer en een factuurdatum toegewezen. Nou, hij is nu nou dus definitief. Hij, krijgt dus een, uh, hij wordt nu in de omzetrapportages uh, ook meegenomen. Uh, ja, vanaf dit moment kan ik hem dus ook niet meer verwijderen. Want ja, dat mag gewoon, uh, gewoon fiscaal niet. Als we deze willen crediteren, wat we, dan, uh, wat we dan doen, is, uh, is in principe gewoon de, de, de bedragen overnemen op een, uh, op een nieuwe factuur. Dus je gaat gewoon naar, uh, naar facturen. En klik je op een matige factuur. In dit geval gewoon een haammatig een factuur maken. Pak ik uh, dezelfde gastgegevens. Uh, hier kan ik gewoon productregels toevoegen. Die, uh, ik, kies, ik kies nu gewoon even voor een harmmatig product. Uh, juist een btw-tarief. Ja, ik, ik zet gewoon op de omschrijving creditnota en dat was uh, 240 euro. Nou, kun je hier dan nog de, de factuurnummer bij, bij vermelden, zodat je altijd naar elkaar refereert? Dan weet je altijd waar, de, waar die creditfactuur op gebaseerd is. Um, ja, dit is het eigenlijk. En uh, je kan natuurlijk meerdere uh, regels toevoegen uh, als je uh, meerdere belastingtarieven gebruikt, vooral voor BTW. Want uh, als jij uh, bijvoorbeeld 9 en uh, 21 procent BTW hebt. Beide op, de, op dezelfde uh, oorspronkelijke factuur. Ja, dan moet je dat natuurlijk ook uh, op deze manier weer crediteren. Dus dan voeg je eigenlijk gewoon nog een regel toe. Eentje voor hoog btw, eentje voor laag btw. Nou, beide facturen staan nu nog wel open. Um, en die betalingen kun je eigenlijk gewoon met elkaar laten kruisen. Dus wat je doet, eigenlijk bij beide facturen. Dus zowel de oorspronkelijke als, uh, als de, uh, de, de creditfactuur. Kan je uh, bij betalingen beheren. Uh, gewoon even op totaal klikken. Uh, bij de creditfactuur is dat natuurlijk een negatief bedrag. Kies je bij beide ook gewoon dezelfde uh, bankmethode. Of, uh, sorry, betaalmethode, in, dat, in dit geval bankoverschrijving, voeg je die toe en dan is de factuur ook voldaan. Uh, dat zie je op linksbovenin, dat die, dat die gewoon uh, volledig voldaan is nu. Uh, en op deze manier uh, streep je de, kruis, de, uh, uh, kruis je de de betalingen van beide facturen tegen elkaar weg. Uh, staan beide facturen op betaald, uh, heb je dus een mooie creditnota, uh, zodat ook de, de omzetten in je, in je administratie uh, ook weer worden verminderd uh, door middel van deze factuur. Ja, en zo heb je eigenlijk uh, ja, alles weer gebalanceerd in je, uh, in, in je boekhouding. En, en is het eigenlijk weer op een, op een nulsaldo uh, terechtgekomen. Um, dus de, deze betaling die, die ik hier heb gedaan, die pas je dan ook nog even toe op de, op de originele factuur. En dan, dan heb je je creditfactuur uh, geregeld.